ja, je moet er een keer aan beginnen. Er wordt heel veel over gesproken. Er zit ook gewoon proefondervindelijk vaststellen in het veld. En we vinden dit een goede ontwikkeling, doen we graag aan mee. Omdat wij zien dat wij projecten beter kunnen verkopen. Dat als we autodelen gaan inzetten, dat mensen meer geïnteresseerd zijn om een woning te huren of te kopen. Dus als ontwikkelaar zijn we daar erg blij mee en kijken we heel geïnteresseerd naar deze ontwikkelingen. En pakken we die ook op nu. Het is voor mensen heel belangrijk om te weten wat ze in de totaliteit per maand kwijt zijn aan hun woning. En dan kijken ze natuurlijk eerst als naar de huur, dan kijken ze naar gas en licht. Uiteindelijk komt er ook de kosten van parkeren bij, of een tramabonnement en de kosten van een auto. Maar kunnen ze door wat te besparen op de autokosten, kunnen ze toch een mooie woning betrekken. Je wil plezierig en gezond kunnen blijven wonen in de stad. En dat betekent dat je voorzichtig moet zijn met CO2-uitstoot in de stad, want dat maakt de stad niet echt gezonder. De toekomst van autodelen is denk ik vooral het feit dat mensen gewoon altijd gebruik maken van mobiliteit. Dat mensen niet meer een auto bezitten en af en toe een deelauto pakken omdat ze het leuk vinden, maar gewoon geen auto meer hoeven te bezitten en toch altijd overal naartoe kunnen. Maar als ik naar mijn eigen kinderen kijk, dan maken ze in ieder geval veel langer gebruik van openbaar vervoer en middelen die ze samen met hun vrienden delen dan dat ik in het verleden deed.